Hoi allemaal en super tof dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie een super relaxte, maar wel een hele leuke tea tag voor jullie. Oftewel een tea tag. Ik ga het met jullie over allerlei dingen hebben wat met thee te maken heeft. Het is een soort Q&A-achtig iets, maar dan over vragen van thee. Dus ik zou zeggen, laten we heel gauw beginnen. Losse thee of theezakjes? Ik denk dat ik toch wel heel erg snel ga voor de theezakjes, omdat het eventjes wel makkelijk is. Maar ik denk dat er straks nog een vraag komt waarop ik een ander antwoord ga komen. Maar ik denk toch wel theezakjes. Sterke thee of slappe thee? Dan denk ik toch wel sterke thee. Ik vind slappe thee, dan kan je beter gewoon gekookt water nemen, want het smaakt toch bijna nergens naar. Maar ik vind sterke thee dan toch echt wel heel erg lekker. Wat voor lekkers eet je graag bij de thee? Ik vind het altijd wel lekker om iets van een biscuit te eten. Of vaak ook wel gewoon een lekker stukje chocolade. Dat gaat er ook altijd weer in bij een kopje thee. Wat zijn je favoriete merken thee? Ik heb niet echt favoriete merken. Het maakt me op zich niet heel erg uit. Ik drink je op bepaalde tijdstippen een specifiek soort thee? Ja, eigenlijk wel. Tegenwoordig, dat is er heel erg ingeslopen. Ik weet niet hoe dat begonnen is, maar elke avond voor ik ga slapen, ga ik nog even achter mijn bureau zitten om een paar YouTube filmpjes te kijken. En dan drink ik altijd 's avonds een kopje thee. Maar vaak is het of mango of sinaasappel thee. Maar ja, dat is tegenwoordig heel erg geworden. Echt standaard voor ik ga slapen, dan drink ik een kop thee. Uit welke kopjes of glazen drink je tegenwoordig het liefst thee? Nou, dan denk ik toch wel gewoon echt de mokken, maar dan echt wel de grotere, lekker, mega heerlijke mokken thee. Ik ben niet zo van de kleine mokjes. En ik vind het ook vreselijk om uit doorzichtige glazen of mokken thee te drinken. Ik vind het altijd heerlijk als het gewoon lekker dicht is, dat je niet kan zien wat erin zit. En ja, dat vind ik gewoon wel het lekkerst. Waar moet jouw ideale kopje thee aan voldoen? Het moet een dik glas zijn. Een groot glas of mok. Het liefst een mok. En het moet een beetje leuk bedrukt zijn. Anders vind ik het helemaal niet leuk om thee te drinken. Kijk, deze is dan simpel wit. Maar ik vind het vaak echt geweldig om gewoon hele leuke kleurtjes te hebben. Of leuke bewerkingen op een mok. En het moet vooral, wat ik net al zei, geen doorzichtig glas of mok zijn. Want dat vind ik echt vreselijk. Ik kan daar niet uit drinken. En mijn favoriete theesmaakjes, ja, die heb ik geloof ik al 3 keer benoemd op deze video. Zit er nog wat in jouw thee? Ja. Ik doe heel af en toe, nu even niet, maar soms dan maar wel. Doe ik altijd suiker in de thee, sowieso een half zakje. Klontjes kan je niet halveren, dat is dan wel jammer. Maar ik heb vaak een half zakje, als je van die stikjes hebt, daar doe ik een half van in mijn thee. Maar soms drink ik het ook gewoon niet met suiker. En wat ik altijd bij mijn minthee doe, is ik doe altijd honing in de thee. Altijd honing bij mijn minthee en een beetje suiker. Heerlijk. Welke thee vind je echt niet te pruimen? Dat is de vanille thee. Ik heb pas een doosje gehaald met zakjes vanille thee van de Albert Heijn. En ik op de een of andere manier klopt er bij mij iets niet. Ik vind het niet lekker om die thee te drinken. Het klopt niet dat ik vanille drink. Ik weet niet. Ik vind die echt niet lekker. Wanneer geniet je het meest van een kopje thee? Dat is toch echt wel het moment dat ik voordat ik ga slapen eigenlijk. Gewoon lekker chill, kopje thee nog voordat ik naar mijn bed toe ga. Even genieten, even een filmpje kijken. En dan ga ik mijn bed in. Dat is eigenlijk echt het ding waar ik echt het meest van geniet met een kopje thee. Goed, dan waren dit alweer de theevragen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het heel grappig en ook wel heel apart om dit te doen. Je ziet het niet vaak, maar ik vond het heel erg tof. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg!